Nou, dat wisselvalgeweer van de afgelopen zomer heeft zeer veel effect op het bezoekersaantallen van de openluchtzwembad. Als je kijkt naar de Goffert, en we gaan altijd uit van een gemiddelde van zo'n 65.000 bezoeken per jaar. En een topjaar waren het er 83. En dit jaar zitten we tot nu toe op de 52. Nou, er gaan deze week nog 5.000, 6.000 bijkomen. Dan zitten we op de 58. Dan hebben we nog niet zo'n geweldige zomer gehad. De zwembadbezoeken van dit jaar kunnen veel bezoekers maar op één hand tellen. Dat ze deze week nog wat baantjes meepakken, is te merken. Want voor een doordeweekse dag is het er aardig druk. Daar ben ik wel blij mee natuurlijk. Dat we nog net voor de finish een flinke sprint kunnen maken. Maar goed, dat maakt het hele jaar totaal niet zo geweldig. Normaal zeg je bij 65, nou dat is goed. Bij 70 zeg je, nou dan hebben we slagroom op de taart. En nu hebben we net de taart gevuld, denk ik. Het tropische weer is welkom, maar een aantal weken te laat. Recreatiezwemmen heeft inmiddels al plaatsgemaakt voor andere activiteiten. Dan is het 's ochtends banen zwemmen en vanaf 1 uur alleen nog maar honden zwemmen. Dus ook dan kunnen de mensen niet de hele dag zwemmen. Maar zaterdag wel en ik denk dat dat nog wel een topdag gaat worden. Maar voor de rest zijn dit natuurlijk hele goede dagen, maar niet de topdagen omdat de scholen weer begonnen zijn. Ja. Ik denk dat er nu zo'n 3.000-4.000 bezoekers bij gaan komen. Dus daar hopen we dan maar op. Het water wordt ook nog op temperatuur gehouden. En zeker de zon zal de komende week zorgen dat het water nog veel aangenamer wordt. Mocht je dus nog een duik willen nemen, dan ben je aankomend weekend meer dan welkom.